Wauw, het is echt mooi hoor. Dit meen je niet, hè? Godzomme. Het wordt steeds erger. Ja, hier ook al. Heeft hij ook al twee benen. Hoi, mijn naam is Lisanne de Vries en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vorige week heb ik het al eventjes kort tegen jullie gezegd, toen was ik in Parijs. Maar ik zei toen al dat ik deze week, dus ik zit er nu, naar Luxemburg zou gaan. En ja, ik ben net aangekomen in het hotel. We slapen in het Hilton Hotel, dus super luxe. En ja, ik heb heel veel zin in het weekend. Oh, ik dacht dat je achter me stond. Ben je bij mij? Ja. Ik dacht dat je achter me stond, maar nee. Oké. En ja, we gaan gewoon weer heel veel leuke dingetjes doen dit weekend. We gaan onder andere Luxemburg stad in. Daar gaan we zo meteen ook eventjes heen, want we gaan lekker een hapje eten. Het is inmiddels namelijk al 8:30. We hebben er echt heel lang over gedaan om hier te komen. Het is best wel een stukje rijden. Langer dan we hadden verwacht eigenlijk. Maar goed, we zijn er. En ja, we gaan nu gewoon lekker ergens een hapje eten. En dan ja, ga ik jullie gewoon weer meenemen dit weekend. Dus heb je zin in deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen met deze weekvlog. Weekendvlog. Ik zal jullie net als de vorige keer ook nog eventjes onze hotelkamer laten zien. Hier kom je dus binnen. Hier heb je een hele grote spiegel. Dit is wat ik nu aan heb. Dit is een rokje van Costus. En gewoon een heel simpel t-shirtje van de Primark. En dezelfde sandalen als die ik ook in Parijs heel de tijd aan had. Dus dat heb ik aan. En ja, dan heb je hier gewoon een minibar. Grote tv. Je hebt hier best wel veel ruimte. Allemaal spulletjes van ons. En het bed hier. Dus die is ook wel heel erg lekker. En even kijken op het uitzicht. Dat is ook heel mooi. We zitten echt midden in de bossen. Kijk, heel mooi. We zitten ook op de 17e verdieping. Dus het is heel hoog. En ja, dat is onze kamer. Oh, en de badkamer. Oh ja, en ik heb hele mooie rozen gekregen. Heel lief. En dit is onze badkamer. Hier een hele grote spiegel. Deze is echt super chill, want ik heb me hier net opgemaakt en dat ging heel goed. Dus ja, gewoon dit en een bad en een douche. Dus ja, dat is het. En we kregen allemaal badjassen, want er zit hier dus een zwembad in. Daar gaan we ook morgen, denk ik, eventjes in. Heerlijk. Nou, we zijn eventjes een stukje gaan rijden en we zijn nu in Luxemburg stad. We zijn in de winkelstraat, maar alles is dicht helaas. Maar we gaan morgen ook eventjes... Oh, ik moet rijden. We gaan morgen ook eventjes de winkeltjes bekijken, want het ziet er allemaal heel leuk uit. Dus dat gaan we morgen doen. We gaan nu even een lekker etentje zoeken. Ik zie al een leuk pleintje, dus ik denk dat we daar wat gaan eten. Kijk, hier is een heel leuk pleintje. Met heel veel etentjes, dus hier gaan we sowieso wat eten. Ziet er heel leuk uit. Oh, en hier zit ook een hele mooie kerk. Wauw. Nou, we hebben ons restaurantje gevonden. We gaan lekker Mexicaans eten. Yummy. Daar hou ik echt heel erg van. Nou, we hebben ons eten. Lekker. Yummy. En dit zijn de nachos. We hadden wel een bakje verwacht, maar goed. Dit zal ook wel lekker zijn. Het sist helemaal. Oh, dit is zo lekker. Ik heb een vegetarische burrito. Yummy. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En wij zijn net wakker geworden en hebben ons klaargemaakt. We gaan zo eventjes lekker ontbijten. Dat schijnt hier in het Hilton Hotel echt geweldig te zijn, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan zo lekker eten en ik zal het ook eventjes aan jullie laten zien daar. En daarna gaan we Luxemburg stad in en daar gaan we allemaal mooie plekjes verkennen. We zijn gisteren na het eten nog even ergens een drankje gaan doen en daarna gewoon lekker gaan slapen, want het was al best wel laat. En we hadden de hele dag gereden, dus we waren een beetje moe. Maar vandaag gaan we er zeker weer tegenaan. We gaan heel veel leuke dingen doen en ik ga jullie gewoon weer meenemen. En dit is wat ik vandaag aan heb. Dit is dat nieuwe rokje die ik in Parijs heb gekocht bij de H&M. Nog steeds heel erg gekreukt, maar dat hoort volgens mij. Ik vind het wel leuk. Echt een leuk rokje. Deze is van de H&M. Topje is van de Bershka. Ik draag echt bijna alleen nog maar van die witte topjes boven rokjes, want dat zit gewoon echt heel lekker. Ik zou niet weten welke anders bovenaan moet. En verder doe ik gewoon weer die zilveren sandalen aan en mijn zilveren tasje, dus... Dat is de outfit van vandaag. Nou, we zitten bij de ontbijttafel. En ja, ik ben niet zo'n hele grote eter nog. Dus ik heb gewoon yoghurt met granola. Maar het ziet er wel heel lekker uit met banaantjes en rozijntjes. Dat vind ik echt heel lekker. Dus ik ga het even lekker opeten. Maar er is echt van alles hoor. Ei, broodjes, chocoladecroissantjes. Maar daar hou ik niet zo van in de ochtend. Dus ik heb gewoon dit. Oké, we zijn een stukje gaan rijden en we zijn nu in Luxemburg stad. En we gaan nu eventjes naar een heel mooi gedeelte. Dat ga ik jullie zo meteen zeker laten zien. We moeten eerst nog even een stukje lopen. Dus daar gaan we nu heen. Nou, we zijn bij een parkje aangekomen. Maar je mag hier niet schaatsen. Nou, dat is nou jammer. Leuk hè, zo'n mini watervalletje midden in een parkje. I like it. Nou, we zijn nu aangekomen bij een stukje van het oude gedeelte. Kijk hoe mooi die brug is. En je kan hier dus helemaal naar beneden wandelen. Dus ik denk dat we dat gaan doen, maar ik weet niet zeker. Wauw. Nou, we staan nu onder de brug.
Mooi hoor. Je hebt hier dus allemaal hele mooie soort ruïnes of zo. En het heeft allemaal een beetje te maken met de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we zo meteen ook nog eventjes heen. Want er zijn hier allemaal tunnels. Ja, waar je doorheen kan lopen. Schijnt ook heel mooi te zijn. Maar we gaan nu eventjes hierheen. Kijk, die brug is echt super mooi hoor. En dan midden in de bossen. Echt mooi. Zoals je ziet schijnt de zon echt heel veel. Het is echt bloedheet vandaag. Elke keer als ik een stedentripje doe, dan is het echt 80 graden buiten. Nou, dat is overdreven. Maar goed, het is heel warm en we hebben een heel mooi uitzicht. En kijk, daar heb je dus een toren en dat ding draait en die kan helemaal naar beneden. En daar willen we ook heen, want dan heb je denk ik een heel mooi uitzicht. En dus ook iets met een glazen vloer, daar gaan we ook in. Dat lijkt me ook wel heel eng. We gaan nu met allemaal trappetjes naar beneden. Naar een mooi uitkijkpuntje, denken we. Nou, we zijn er. Ja, echt mooi hoor. Hoe diep is het hier? Oh, valt wel mee. Vlindertjes. Zie je ze? Kijk. Schattig. Oh, jammer. En nu gaan we weer omhoog. Romantisch trappetje. Nou, we zijn nu helemaal naar boven gelopen. Dus hier een of andere kermis aan de gang, dus dat hoor je. Maar we hebben echt super mooi uitzicht hier over de bossen. Maar er is hier ook nog een ander gedeelte. En dat heb ik ook al gezien. Dat is nog mooier. Dus daar moeten we ook eigenlijk eventjes heen. Het is heel diep hier. Nou, we hebben een drankje eventjes gehaald. Hier zitten 35 calorietjes in. Heel weinig. En dit zit er allemaal in. Ik ben echt benieuwd. Het ziet er wel lekker uit. Het was echt wel lekker. Nou, we zijn een stukje doorgelopen naar een andere brug. Ze hebben hier wat met brug hoor. Nog steeds heel mooi hier. Nou, we hebben even een stukje gelopen en we zijn nu hier. We hebben heel mooi uitzicht. Je ziet het niet zo goed. Beetje licht. Zo zie je het beter. Kijk, hier is het echt super mooi. Echt een mooi uitzichtje. Heel leuk. We gaan nog een stukje verder lopen. Nou, we zijn eventjes bij een ander gedeelte aangekomen. Hier begint het allermooiste gedeelte van Luxemburg. We zijn bij een fonteintje. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier begint echt het allermooiste gedeelte. Het is echt prachtig, echt pittoresk. Heel mooi. Gebouwen hier zijn ook echt wel bijzonder. Kijk, het is echt wel overal mooi waar ik naar kijk hoor. Wat zijn het voor beelden? Geen idee. Nou, we komen er net achter dat er vandaag dus een of ander feest aan de gang is. Het Open Air Rock Festival. Dus er zijn overal braderietjes en zo. En hier is ook een boom waar allemaal mensen dingen in hangen. Wacht. Kijk, allemaal mensen hangen hier allemaal blaadjes in de boom. Ik heb geen idee wat het is, maar er zijn dus overal door de hele stad allemaal braderietjes met... Ja, leuk eetentjes en zo. En vanavond zijn er allemaal rockfestivalletjes. Kijk, dit is ook een echt leuk straatje. Dus ja, dan gaan we vanavond ook wel even heen, denk ik. Dit is het. Ik ben benieuwd. Ik hou niet zo van rockmuziek, maar het is wel leuk. Een schaapje. Leuk. Is hier ook iets aan de gang of zo met militairen? Ik heb geen idee, maar hij maakt er een heel feestje van. Wat doet hij nou? Weet jij het? Nee, hij is gewoon beveiligd. Dat is ook in Londen. Nou, ja. Wisseling van de wacht. Ja. Maar er zijn maar twee mensen. In Londen zijn het er wel 80. Nou, wel grappig. Ik had overal op internet gelezen dat dit echt het plekje is waar je chocola moet eten. Chocolate House Bon, zoiets. Want dat schijnt het allerlekkerste te zijn. En dan heb je dus ook allemaal van die warme chocomel. En dan krijg je dan zo'n lepel met chocolade eraan. En die moet je dan in warme melk stoppen. Dat is wel grappig. Maar ja, wij houden allebei niet zo heel erg van chocolade. Dus wij gaan hier niet eten. Maar zo'n tipje als je hierheen gaat. Oeh, dat vind ik een heel eng winkeltje. Hele enge poppen. Oh, deze is echt heel eng, man. Nou, we zijn aangekomen bij een kerk. Hij is heel hoog, maar we gaan even naar binnen, denk ik. De Sint-Michielskerk. Eglise Sint-Michiel. Ik kan geen Frans. Ze spreken hier ook al Frans, net als in Parijs. Dat kan ik toch allemaal niet? Het ruikt naar oma's huis. Je oma had vroeger een vriendin? Ja, Ina. En daar stonk het? Nee, daar rook het zo. Ik kan niet stinken, maar heel herkenbaar luchtje. Nou, we hebben een uitzichttorentje gevonden. Ga maar eens even kijken. Oh, je kan er helemaal niet in. Zo jammer. Ja, het blijft een mooi uitzicht. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Aan de andere kant. Echt mooi. En daarboven, ja, je ziet het niet, maar het zit daar. Daar zit ook zo'n
uitzichttorentje met een glazen vloer. Daar gaan we even in. Nou, we zijn eventjes op zoek naar iets lekkers om te eten. En ik zie ineens een La Durée zitten. Die was natuurlijk ook in Parijs, maar daar was die echt mega druk. Dus misschien ga ik straks wel eventjes hier naar binnen. Want ik moet toch echt een keer een macaron hiervan proeven, hoor. Als ze zo geweldig lekker zijn. Het zijn wel duur, iets van 4 euro per macaron. Maar goed, dan neem ik er gewoon één. Nou, deze snap ik niet helemaal, want de flamingo staat toch altijd op één been. Dus waar heeft hij er dan twee? Ja, hier ook al. Heeft hij ook al twee benen. Dit is wel heel schattig zo, hoor. Leuk winkeltje. Allemaal flamingo's. Oh, die is echt zo leuk. Mijn lievelingsdier is dus een varken. Dus deze moet ik hebben. Hoe duur is die? 5 euro. 5 euro? Yep. Nou, we hebben letterlijk overal gezocht voor een tentje met gewoon broodjes. Maar die waren er niet. Dus ja, dan wordt het maar een veggie burger. Ook lekker. Veggie kip. Of zoiets. Oké, nou, we zijn bij La Durée en ik heb er eentje gehaald. Ik ben zo benieuwd. Ik vroeg aan het meisje wat de allerbeste was en zij zei de salty caramel. Dus, nou ja, die moest ik natuurlijk even proberen. Ik zal even laten zien, ja, hoe ik hem vind. Kan je heel even mij filmen als ik hem filmt je al? Hij is echt heel lekker. Kijk, de bussen zijn hier dus echt heel erg leuk gekleurd. Echt leuke bussen. Nou, we gaan nu eventjes naar de uitkijktoren. Die brengt ons naar beneden. En dan moeten we eventjes hier doorheen lopen en hier omhoog. Dus ja, ze zijn hier wel dol op trappetjes. Gaan we weer. Nog meer trappetjes. Is dit het niet? Oh, wel. Oké, nou, we zijn er. Even kijken, hoor. Oeh. Vind je het eng? Ja. Ja, vind je het echt eng? Het is niet heel lekker. Ja, het is niet alsof je er doorheen zakt. Nee, maar ik voel mijn baby nog een beetje shaken. Ja? Jij niet? Nee? Kijk hoe mooi. Wauw. Ga hier zakken. Vind je het eng? Het is niet heel lekker. Ah, wat je? Hij is ook echt helder. En we gaan nu met de lift naar beneden, dus even kijken, we gaan er nu in. Dan moet ik je bloed gaan testen. We zijn verkiept hier van middag. Een kritische lift, hoor. Vind je? Jij bent ook bang voor alles. Ik heb echt helemaal geen overvlees. Gaat ie. Alles. Angst weet je niet. Nou. Wow, mijn oren. Wat? We kunnen een voetenbad nemen hier. Nou, we zijn nu dus met de lift naar beneden gegaan, zoals je net hebt kunnen zien. Echt heel leuk. Echt mooi uitzicht heb je vanuit die lift. En we gaan nu eventjes naar de, hoe heet het ook alweer? Die tunnels, hoe heet het nou? Hattenklatten. Ja, hattenklatten. Nou, we gaan in ieder geval naar allemaal tunnels waar je doorheen kan lopen. Volgens mij van de Tweede Wereldoorlog, maar het kan ook zijn dat het vanuit de middeleeuwen is. Ik heb echt geen idee. Gaan we zo allemaal wel zien, denk ik. Oh ja, kazematten, zo heet het. Hele rare naam, maar goed, daar gaan we nu eventjes heen. Het is echt weer een pittoresk dorpje. Even kijken, ja, zo zie je het. Heel leuk. Dus ja, we gaan het zien. We gaan er nu even heen. Wat zei je nou? Ik heb de hele plattegrond al bestudeerd. Vertel. Daar kunnen we een voetenbadje nemen. Ja? Daar is de hospice, als je doodgaat. Oké. Okay. Nou, ik denk eerder dat jij doodgaat van die lift, van de angst. Ik heb nooit angst. Nee. Karaokebar. Oh. Heb ik ook gezien. Daar ben jij wel fan van. Ja, hele mooie stem, soulstem, daar sta ik vooral bekend op. Ja, jij wel. Ja. Nou goed, we gaan het zien. We gaan gewoon even het dorpje rondlopen. Ik zie daar alweer mijn huisje, roze, zoals je daar kan zien. Ja, daar wil ik wel wonen, hoor. Mooi, hoor. Nou, we hebben het voetenbadje gevonden. Daar zo. Dus ik denk dat we even met onze voeten erin gaan. We hebben alleen geen handdoek, bedenk ik me nu. 30 graden, droog wel op. Dat is waar. Nou, we zijn er. Ik weet niet, hoor. Ga ik hierin? Ik wel. Is het lekker? Ja, echt wel. Het is wel echt super koud, joh. Ja? Oh, ik ga het ook proberen. Ga maar filmen erin, hoor. Dus hier mag je. Oké. Je moet wel echt helemaal in, hè? Oh, het is wel heel diep. Ja, het is ook echt koud. Je moet erin. Oké. Okay. Oh, ik heb wel een enkel bij. Ja, zilver, maar niet. Oh, het is heel koud. Oh. Ik ga niet verder, hoor. Oh, dit is heel koud. Het is lekker vervelend. Oh.
echt heel koud. Wat doe ik? Oh mijn god. Oh nee, mijn tenen vriezen af. Dan moet ik een rondje eromheen. Het is heel koud. Ik heb kramp in mijn kuiten. Ik ga er weer uit hoor. Oh, het doet echt pijn gewoon. Heel koud. Nou, er staat hier dus een heel verhaaltje. En het blijkt dus dat dit vroeger een geneesmiddel was voor mensen. En nu moeten onze voeten blijven bewegen. Dus dat ga ik even doen. Totdat het weer warm is. En dan ben je genezen van al je ziektes. Maar ik ben helemaal niet ziek. Maar goed, het maakt niet uit. Nou, we gaan nu naar de kazematten. Volgens mij is dat hier. Denk ik. We gaan daar weer met de trap omhoog. Het zal niet. Alles is hier met trappetjes. Ik ben benieuwd. Het zijn dus allemaal gangetjes of zo ondergronds. Wat hoog. En nog meer trappen. Hij gaat even voor me kijken of het dicht is. Ja, kan ik? Oké, kom eraan. Ja, ben je moe? Oh. Joepie. Nog meer trappen. Ik hoor nog eens een trap. Nou, we zijn nu hier aangekomen. Een bunkertje of zo. Daar is die lift. Oeh, ik viel bijna. Waar we net in zaten. Zie je hem? Daar zo. Ah, ik heb het echt heel warm. Ik zweet aan alle kanten. Trein. Welke trein? Oh, waar we net liepen. Oh ja. Ja, het is wel echt mooi uitzicht hoor. Ik hou daar echt gewoon mooie uitzichtjes. Kijk, hier beginnen die tunnels denk ik. Je ziet daar al een tunnel. Ik ga gewoon even in denk ik. Ik vind het wel een beetje eng. Oh, deze is afgesloten helaas. Zie je wat? Oh, dit vind ik heel eng. Dit doet me echt denken aan die ene horrorfilm. Ken je die nog? Ik heb nog huilen door, hè? Hoe heet die film ook alweer? The Descent? Of zo? Ken je die film? Heb je geen lampje op je kamer, dat die verschijnt? Nee. Oeh, heel eng hoor. Straks zit er een van de monster in. Heel warm ook. Ja, ook heel warm. Nu even hierin. Met een klein kasteeltje dit. Ja. Pas op voor je hoofd. Oh ja. Voor je. Ja, hier ligt wel heel veel troep. Zonde. Kijk, er is ook niks te doen hier. Zit hier niet een luik of zo naar beneden? Niet dat ik daarin ga, maar ik weet niet wat het is. Misschien denk ik een zwerfhuis. Nou. Nou, we zijn in een bos beland met hele hoge rotsen. Wel mooi hoor. Maar we zoeken nog steeds die gangetjes. Maar waar is het nou? Even zoeken. Oké, nou. Dit geloof je nooit. Nou ja, ook weer wel, want ik ben gewoon niet zo goed met routes. Maar we zijn dus helemaal verkeerd. Hier zijn helemaal niet die tunnels. Dus we moeten nu helemaal terug. Heb ik al die trappen voor niks gelopen. Maar goed, wel goed voor de stapjes, want ik heb een stappenteller gedownload. Ik zit nu al op de 9000 stappen zoiets, dus gaat de goede kant op. En het is pas 2:30, dus dat gaat echt de goede kant op. Maar goed, we gaan weer even teruglopen en dan kijken we nog even hoe we er komen. Nu gaan we denk ik aan iemand vragen, want zo schiet het niet op. Oké, we hebben het aan iemand gevraagd en nu komen we in de buurt, want daar is het, denken we. We gaan het zien. Maar daar, daarboven, daar zo, is ook iets, maar we weten niet wat. Loco, locomotief. Zo lief. No. Ik ben er net dus ook achter gekomen dat 40% van de bevolking van Luxemburg Portugees is. Nou, wisten jullie dat? Ik niet. Oké, we komen in de buurt, hoop ik. Oké, we zijn er eindelijk. We hebben echt heel ver gelopen. We zijn helemaal moe. Maar daarbinnen zijn dus die tunnels. Maar hier gaan we ook nog heel eventjes rondlopen. Want dit ziet er ook wel leuk uit. Oh mijn god, dit meen je niet, hè? We zijn letterlijk hier begonnen om op zoek te gaan. Toen zijn we naar dat liftje gegaan. We zijn helemaal erachter. Ze hebben helemaal omgelopen om weer volgens hier uit te komen. Als we dat gewoon meteen hadden geweten. Nou ja, goed. Maakt niet uit. We hebben een beekje gevonden. Daar willen we nu heel graag in zwemmen. Wat? Ja, hier gingen vroeger soldaten zich wassen. Voordat ze de stad in mochten. Het wordt me in mijn oor gefluisterd als je hoort. Want ze mochten nog niet naar boven. Mooi hè? Echt zo dom van ons dat we niet gewoon meteen hier naartoe zijn gelopen. Het was echt letterlijk om de hoek. Stom. Maar goed, we hebben het gevonden. We gaan er nu in. Eindelijk. We gaan de diepte in. Met de trap natuurlijk. Dit meen je niet, hè? Godzomme. Het wordt steeds erger. Je kan hier niet pinnen. En we hebben geen contant geld. Het gaat echt om 6 euro pp en dat hebben we niet. Gaat lekker, hè?
Nou, dan gaan we maar met de trein. Zo, we hebben eindelijk gepint en nu gaan we eindelijk de kaasmat in. Waar we al de hele dag naar op zoek zijn. Het is inmiddels 4:15. We zijn al de hele dag naar op zoek, maar goed, we hebben wel een leuke dag gehad. Oh, je ziet me niet. Oké, we gaan er nu in. Nou, we zijn eindelijk in de gangen. Ik loop op dit moment op een of ander heel eng bruggetje. En ja, het is hier een beetje donker. Ik zie nog niet heel veel. Ja, hier gaan we een gangetje al in. Vet hoor. Wil je een mooie foto hier? Dit is wel mooi. Ja, maar misschien aan de andere kant. Wauw. Kijk, je hebt allemaal van die grotjes hier al. Wel leuk. Apart. Oh, hier staat een kanon. Ik weet nou nog steeds niet. Van welke tijd was het nou? Geen idee. Nou, in ieder geval 1100 of zo geloof ik. Dus het is niks met de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Kunnen jullie überhaupt iets zien? Ja, volgens mij wel. Kanonnetje in ieder geval. Je hebt hier overal van die balkonnetjes. Mooi uitzicht. Eeuw, en de spinnenweb aan het plafond. Oké, de openingetjes worden steeds kleiner in de gangetjes. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. Het is helemaal donker. Ga jij even eerst. Oei, joh. Wat is er? Ja, ik ga er niet in hoor. Moet je camera lang, moet je doorheen. Ja, nee. Kom even je telefoon licht. Nee. Kom even. Zitten spinnen. Oh god, waar ga ik naartoe? Ik kan ook niet recht lopen hier. Ik vind het niet. Loopt het dood? Ja, kijk maar. Ja, dan ga ik weer terug. Doei. Oh, mooi dit met mijn haar. Er was ook iemand aan het vloggen daar. Nou, we hebben een stukje gelopen tussen de kastelen. Of ja, hoe noem je dit? Kaasmatten. Dat is heel mooi. Ik sta nu op een mooi uitzichtplekje weer. Ik kan geen uitzicht meer zien. Ik heb zoveel uitzicht gezien. Maar er is niet heel veel aan eigenlijk in die tunnels. Dus we gaan er nu weer uit. Want ja, er is eigenlijk niet heel veel te zien. Dus we zoeken de uitgang, maar die kunnen we eigenlijk niet vinden. Heb je hem al gevonden? Nope. Gevonden! Joepie! We zijn weer bevrijd en we moeten weer trapjes lopen. Zal ook niet, hè? Nou, we zijn heel eventjes gaan zitten bij de Pizza Hut. Om eventjes een pizza te eten. Tenminste, ik ga niet eten, maar hij wel. En er kwam net een brassband voorbij, zoals je net zag. Dus ik ga het feest in deze stad vandaag. Nou, we zijn heel eventjes teruggegaan naar het hotel. Want we gaan even zwemmen. We zijn allebei best wel moe. We hebben echt heel veel gelopen vandaag. Vooral op die trappen natuurlijk. Het was echt best wel pittig. Ik heb even mijn make-up eraf gehaald. En we gaan lekker zwemmen. Dit is badpak wat ik aan heb. Die hebben jullie laatst kunnen zien in mijn shoplog. Die zal ik hierboven eventjes linken. En ja, nu gaan we lekker zwemmen. Oké, nou, we zijn weer terug van het zwemmen. En we hebben ons even opgefrist en aangekleed. En we gaan weer terug naar Luxemburgstad. Om eventjes wat te eten. Het is inmiddels, even kijken, 8:00. Best wel laat. We eten altijd laat op vakantie eigenlijk. Maar goed, ja. We gaan eventjes wat eten. Ik weet nog niet wat. Ik heb nog niet heel veel honger ook. Ik weet ook niet hoe dat kan. Maar goed, ik zal ook nog even laten zien wat we aan hebben. De kamer is echt wel een rotzooi trouwens. Dit is wat ik aan heb. Hetzelfde als vorige keer in Parijs. Mijn nieuwe rokje van de H&M. Topje is van de Bershka. Schoenen weer hetzelfde. Die lopen gewoon echt lekker. Goedemorgen, het is vandaag zondag, onze laatste dag alweer in Luxemburg. Vandaag hebben we weer een aantal dingetjes op de planning. We gaan naar Müllertal. Ja, zo heet het. En dat is een heel mooi bos met watervalletjes en allemaal wandelroutes. En ja, de meeste wandelroutes daar zijn 37 kilometer. Nou, dat vinden wij net eventjes iets te gek, want we moeten ook weer terug naar huis rijden straks. Dus wij gaan de verkorte route van 9 kilometer, denk ik, lopen. Dus we gaan lekker het bos in. Het schijnt echt super mooi te zijn met allemaal rotsformaties en ja, allemaal watervalletjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dat gaan we dus vandaag even doen. We gaan eerst eventjes lekker eten, want we hebben heel erg honger. En we moeten ook nog even onze koffers inpakken, want we moeten dus zo het hotelkamertje uit, helaas. Maar goed, dat gaan we... Oh. Maar goed, dat gaan we doen vandaag. Dus ik neem jullie weer mee. En dit is wat ik vandaag aan heb. Dit topje weet ik niet eens. Oh, zo. Hij is volgens mij van de Primark ooit geweest. Heel goedkoop.
En dan heb ik dit broekje aan. Deze is van Pretty Little Thing. Die heb ik bij ASOS besteld. En dat dingetje hier is ook van de Primark. En dan mijn fans erbij. Dus ja, dat is wat ik vandaag aan heb. Nou, we zijn aangekomen bij Moelert Hall. We moesten even zoeken. Maar we hebben de auto daar geparkeerd. En ja, nu gaan we wandelen. Ik hoop dat we goed gaan. We hebben een speciale variatie op de gewone wandelroute gevonden. Zoals ik net ook al zei. Dus die gaan we lopen. En als het goed is, komen we zo bij een watervalletje uit. Dus ik ben benieuwd. Nou, we zijn aangekomen. Oeh, er zit een beest op me. Nou, we zijn aangekomen bij de waterval. Ja, van boven zie je het niet goed. Maar ik denk dat we eventjes daar naar beneden gaan. Dan hebben we een mooier uitzicht. Kijk, hier zie je het al iets beter. Wel heel leuk hoor, met dat trappetje of dat bruggetje bedoel ik erboven. Nou, hij is op de toeristische route. Hij is die rots op gegaan, maar je moet dus door het water om daar te komen. En ik heb deze schoen aan. Dus daar had ik niet zo heel veel zin in. Wel jammer, want het is volgens mij wel heel mooi. En hoe is het? Koud. Koud? Oh, wel jammer, want ik wil ook wel graag naar beneden. Het is hier heel druk trouwens. Iedereen komt hier voor het watervalletje. Maar ja, ik ga echt niet door dat beekje. Straks bijt een vis me of zo. Ik ben echt bang voor vissen. Nou, we gaan even een stukje verder lopen. Er schijnt een leuk paadje te zijn langs het beekje. Dus dat gaan we nu doen. Maar hoe komen we daar? Best wel een steil paadje, geloof ik. Maar goed, we gaan het even doen. Oeh, steil paadje. Hoe bedank je? Langs het beekje. Oh god, het is een steil paadje. Hoe ga ik hier afkomen? Oké, plan is weer gewijzigd, zoals altijd bij ons. Want we hebben eigenlijk niet zo heel erg veel zin om 9 kilometer zo te wandelen op en neer, zeg maar. Want we hebben gisteren echt ook al heel veel gelopen. 20 kilometer, dus ja, daar hadden we vandaag eventjes niet zo heel veel zin meer in. Maar we gaan nu eventjes naar het plaatsje toe, ook heel erg overbelicht. Maar goed, we gaan nu dus eventjes terug naar de auto. We hebben al een klein stukje gelopen, dus het is wel weer mooi geweest voor vandaag en daarna gaan we terug naar Nederland helaas. Nou, we hebben een stukje gereden en zoals je net zag zijn we aangekomen bij de Viandeburcht. Het is een kasteel, zoiets. En dan gaan we nu eventjes in. Ik heb alleen geen idee hoe we daar moeten komen. We moeten weer een hele steile helling oplopen in ieder geval. Ik zal het even laten zien. Nou, dit is het plaatje. Het is wel heel schattig hoor. En dan moeten we oplopen. En helemaal boven, ja, je ziet het niet eens, maar daar zit het kasteel. Kijk, het zijn echt zulke steile hellingen, maar het kasteel is in zicht. Dus we lopen verder. Het is heel steil omhoog. Nou, we zijn binnen. Allemaal ridders hier. Wow, dit kasteel, dat was toen gemaakt. Heel oud. Wow. Wat is dit? Oud gebouw. God bedankt. Ew, dit lijkt echt op zo'n horrorfilmpak. Gadver. Wat is dat? Ew. De knots. Kikknots. Nou, daar moet je niet mee willen geslagen worden hoor. Wat is dat? Een heel klein kogeltje. Nee, daar schiet je toch ook niet hard mee. Ligt aan waar je mikt. Ja, dat is waar. What are those? Nou, we zijn weer een paar trappen opgelopen. Het zal niet in dit land. En nu staan we bovenop de toren of het kasteel. En even kijken wat het uitzicht is. Volgens mij is het wel heel mooi. Nou, dit is het uitzicht. Het is weer prachtig. Midden in de bossen. Mooi hoor. Moet je ook kijken hoe groot het kasteel eerst was. Dit zijn de buitenmuren. Ja. Dus tussen de, hier leefde vroeger dan echt de koning en de landheer. En daartussen waren allemaal kleine dorpjes met die arme mensen. Ja, inderdaad. Stinkt hier. Ga jij even liggen? Nee, daar heb ik echt te zeiken hoor. Ja. Er hangen heel veel tapijten hier. Maar ik vind het echt een heel eng tapijt met al die mensen erop. Heel veel hangen er. Nou, dat was het alweer. We hebben een hele rondleiding gehad door het kasteel, zoals jullie net hebben kunnen zien. Nou ja, rondleiding moest gewoon zelf lopen hoor. Maar er stond wel mijn bordje aangegeven.
hij is nog niet klaar blijkbaar. Ik ga nog één kamertje in. En dan gaan we weer terug naar de auto. Hier is nog een soort eetzaal. Voor ridders, denk ik. Zo, nou, we zijn weer naar beneden aan het lopen. Het kasteel is nu helemaal daarboven. Ik heb geen idee of je het nu kan zien, maar goed. We moeten weer het hele stuk naar beneden en dan gaan we weer naar huis. Oh, wat zien we nou voor huisje. Kijk nou. Wat grappig. Het is net het Hans en Grietje huisje. Knippel, knabbel, knuisje. Nou, het is inmiddels alweer de volgende dag en ik ben helaas alweer thuis van Luxemburg. Ik heb echt een superleuk weekend gehad. Het was echt heel erg leuk. Luxemburg is zo'n prachtig land. Wat ik echt niet had verwacht. Nou, ik had wel verwacht dat het mooi was, maar niet zo mooi. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik erheen ben geweest. Het is zeker een aanrader om een keertje naartoe te gaan. Maar goed, dit was helaas alweer mijn tripje naar Luxemburg. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Laat eventjes in de reacties weten of jullie binnenkort nog ergens naartoe gaan naar een leuke plek. Ben ik wel benieuwd naar. Voor mij zijn de stedentripjes helaas voor nu over. Ik heb er alweer een paar gehad dit jaar. Mijn volgende tripje is naar Bali. Daar ga ik over 10 weken heen. Dus daar moet ik helaas nog wel eventjes op wachten. Maar goed, dat zal waarschijnlijk ook zo aan de beurt zijn. En laat eventjes weten of ik daar ook moet gaan vloggen. Heb ik al een paar keer gevraagd. Maar goed, ik zal nu eventjes een polletje in beeld brengen. En ja, dan was dit gewoon de vlog voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!